zitten hier in het, de oude raadzaal van het Oranje Museum in Buren. Ja. Jan van Amerongen, jij bent commandant Buren-Culemborg. Ja. Hoe lang doe je dat al? Ja, ik doe dat al vanaf 1994 ben ik ook commandant. Dat is een hele tijd. En ja. Sinds 3 jaar ook voorzitter van het ABWC. Dat klopt. Daarvoor heb ik altijd deelgenomen aan de wedstrijden, zelf als ploeglid, later als bevelvoerder. Ik ben toen ook verder gegaan als jurylid. Uiteindelijk ga ik dan weer verder en toen ben ik provinciaal wedstrijdleider geworden van Gelderland en van Flevoland. En uiteindelijk en nu de laatste 3 jaar ook als voorzitter. En 1 jaar daarvoor ben ik in het bestuurssecretaris geweest. Ja, dat is heel wat. Die wedstrijden die zijn verdeeld in een aantal klassen. Kan je dat uitleggen hoe dat zit? Wij kennen 4 klassen. We beginnen dan bij het duiken en waarin we duikincidenten hebben. Daarna gaan we naar de 112 klasse. Dat is eigenlijk de klasse, je alarm ontvangen gaat en je wordt ingezet. Wat kom je dan allemaal tegen? Dus incidenten die we gewoon binnen de brandweer dagelijks tegen kunnen komen. Het andere dat we hebben, dat is de TASAD. Dat is een inzet met een tankautospuit en een hoge druk inzet. En dan de laatste klasse die we dan nog kennen, dat is de hoofdklasse, het werken met een officier van dienst. En dan zie je ook dat we naar grotere incidenten gaan. Ja, want we praten niet meer over wedstrijden tegenwoordig, maar over vaardigheidstoetsen. Ja. Waarom is dat? Ja, we willen eigenlijk naar de vaardigheidstoetsen toe. En dat is ook een doorkijk zeg maar naar de toekomst toe, waarin je de profcheck krijgt. Maar er zit natuurlijk wel een competitie-element in. Want het is natuurlijk wel goed dat je op een gegeven moment kan zeggen, ik ben de beste van Nederland en ik heb de landstitel behaald. Wat betekent dat ABWC, de wedstrijden voor de brandweermensen? Ja, wat de vaardigheidstoetsen voor brandweermensen betekent, dat is gewoon, je bent met elkaar bezig in hetzelfde vak. Het is ook een stukje ontspanning, maar ook een leerelement. Mensen die hebben veel uitdrukken, mensen hebben minder uitdrukken. Als je veel uitdrukken hebt, dan oefen je daarin echte procedures van hoe gaat het nou eigenlijk. Heb je wat minder uitdrukken, dus geen enkel probleem. Dan leer je ook weer van, hoe bestrijd ik nou zo'n incident zo effectief mogelijk. Dus er zitten altijd hele mooie leermomenten in, met een stuk ontspanning en natuurlijk een competitieverband. Ja.